Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek. Valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Maar ook heel leuk, ik heet Kajoe. Kajoe, Kajoe, ik heet Kajoe. Dat ben ik! Waar is Gilbert? Je greep weer mis, Gilbert. Wilt u meespelen, opa? Jazeker. Kom, poesie, poesie, pak het dan. Oh, volgens mij heeft Gilbert geen zin meer. Kajoe was teleurgesteld. Hij was nog helemaal niet klaar met het spelletje. Plotseling kreeg hij een goed idee. Kom, poesie, poesie, pak het maar. Miauw, miauw. Miauw. Nee, Gilbert. Kajoe was een beetje boos op Gilbert. Hij deed niet wat Kajoe wilde dat hij deed. Ga maar weg, Gilbert. Nu ben ik de kat. Wat dacht je van een glas limonade? Ja, lekker, opa. Het is klaar. Wil Kajoe de kat zijn limonade in een glas of in een bakje? Kajoe zag dat Gilbert helemaal geen water meer in zijn bakje had. Kajoe, het was een grapje toen ik vroeg of je een bakje wilde. Dat weet ik, opa. Dit is voor Gilbert. Gilbert? Na de limonade ging Kajoe even buiten spelen. En opa? Die was moe van alle poezespelletjes. Gilbert! Gilbert zat niet in de tuin. Misschien was hij ook moe van het poezespelletje. Opa vertelde dat jullie het heel leuk hebben gehad vandaag. Ik deed net alsof ik Gilbert was. Papa? Waar is Gilbert? Hij komt altijd met ons eten. Misschien is hij wel verdwaald. Gilbert verdwaald? Er is vast niets aan de hand. Hij is waarschijnlijk gewoon nog buiten. Nou, kom op jongens. Het is de hoogste tijd om naar bed te gaan. Het komt vast in orde. Ik zorg ervoor dat Gilbert zo naar binnen komt. Goed? Dankjewel, papa. Gilbert! Kom, poesie, poesie. Gilbert! Best fris. Ik weet het niet. Hij kwam niet naar binnen toen ik hem gisteren riep. Zullen we eerst wat ontbijten en dan gaan we daarna samen zoeken. Gilbert! Gilbert! Kom maar weer tevoorschijn. Gilbert? Gilbert! 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 Ik heb hem gevonden! Gilbert! Kom maar, poesje. Dat is Gilbert niet. Dat is de kat van Sarah, Olly. Niet Gilbert. Daar ben je, gekke kat. Sarah, heb jij Gilbert gezien? Hij is gisteren niet thuisgekomen. Maar Olly blijft soms nog wel eens veel langer weg. Eens, toen hij heel klein was, was hij verdwenen. Toen gingen we naar het dierenasiel. Iemand had hem gevonden en daar gebracht. Dat is een goed idee. We gaan naar het asiel om te kijken of die is gevonden. Maak je geen zorgen, Kajoe. Hij komt wel terug. Let maar op. Juist, elke dag tot 7. Dank u. Kijk,
Die groene papegaai maakt dat geluid, Caillou. Zo kan hij wel weer, Bernie. Sorry dat hij moest wachten. Dat geeft niks, hoor. Bernie vermaakt ons wel. Hoe maakt hij al die gekke geluidjes? Papegaaien kunnen geluiden nadoen. We hadden vroeger een bel op onze balie, maar die is stuk. Bernie doet de bel na en zegt alles na wat hier gezegd wordt. Zo kan hij wel weer, Bernie. Er komen hier zeker allerlei huisdieren voorbij. Ja, dat klopt. Er zijn veel verschillende huisdieren. Niet alleen katten en honden. Caillou vroeg zich af hoe het zou zijn als hij een ander huisdier had. Weg! Weg! Eeuw! Wacht! Niet zo snel! Caillou wist zeker dat hij geen enkel ander huisdier wilde. Hij wilde alleen Gilbert terug. Maar waar zou Gilbert zijn? En, wat kan ik voor jou betekenen? We kunnen Gilbert niet vinden. Ik zie dat Gilbert een penning aan zijn halsband heeft. Dat is heel fijn, want daardoor kunnen we makkelijk zien wie hij is. Ik zal eens kijken. Gilbert. Sorry, maar in de computer kan ik helaas niks over hem vinden. Ga voor de zekerheid maar even kijken bij onze dieren hierachter. Was jij ook verdwaald? Hallo, lief poesje. Heb jij Gilbert misschien gezien? Kom mee, Caillou. Laten we maar gaan. Volgens mij zit Gilbert er niet tussen. Niet gevonden, hè? Maak je niet druk. Katten zijn heel eigenzinnig. Ze verdwijnen, maar ze verschijnen soms net zo snel weer. Ik zal goed opletten of ik Gilbert ergens zie. Opletten of ik Gilbert ergens zie, broer. Opletten of ik Gilbert ergens zie, broer. Dank je, Bernie. Dag. Gilbert. Papa, kijk, Gilbert is terug. Hij is thuis. Oh, Gilbert, ik ben zo blij dat je er weer bent. Anders ik wel. Gaat Rosie en mama maar snel vertellen. Mama, Rosie, kijk! Gilbert! Je moet niet meer zo lang wegblijven, Gilbert. Oh, ik heb jou ook gemist. Waar had ik het gelegd? Toet, toet. Ik heb een nieuwe auto, Gilbert. De deuren kunnen open en de kofferbak ook. Caillou speelde graag met Gilbert onder de keukentafel. Het was zijn eigen rustige plekje midden in de drukke keuken. Rosie, gelukt! Goed gedaan. Waar is Caillou? Ik dacht dat hij bij jou was. Gilbert, stil. Oh, als Caillou er niet is, dan ga ik Jason en Jeffrey wel helemaal alleen halen. Hier ben ik, mama. Ik ga wel mee. Oh, fijn. Heel even dacht ik dat ik zelf met Jason en Jeffrey in het park moest spelen. Die twee kan ik in mijn eentje niet aan. En bovendien, ik weet nooit wie wie is. Jason en Jeffrey zijn een eeneiige tweeling. Ze lijken precies op elkaar. Maar Caillou kon ze toch uit elkaar houden. Tenminste, het lukte af en toe. Ik ga mijn nieuwe auto aan ze laten zien. Dag, Rosie. Dag, Caillou. Dag. Hoi, Caillou. Hoi, Jason. Ik heb een nieuwe auto. Wil je hem zien? Graag, maar ik ben Jeffrey. Ik ben blijkbaar niet de enige die jullie moeilijk uit elkaar kan houden. Dat geeft niets. We zijn het gewend. Wij hebben ook nieuwe auto's. Wom, wom. Zullen we een wedstrijdje doen? Ja, leuk. We gaan vanaf hier. En dan is hier de eindstreep. Vroom, vroom. Heeft hij
iedereen zijn auto? Op de plaatsen? Zijn jullie klaar? Af! Caillou, mag jij met je auto op de tafel spelen? Dank je. Wauw. Lekker. Dank je, mama. En u ook bedankt. Dank u wel. Dank u wel. Het is een mini-paraplu. Mag ik die meenemen? Ja hoor, dat mag je zeker. Kijk, die vogel heeft ook trek in een ijsje. Volgens mij is jouw ijsje lang niet zo lekker als de mijne. Yummy. Kunnen jullie zo nog wel lopen of moet ik jullie naar buiten rollen? Mag ik jouw parapluutje ook, mama? Natuurlijk. Kijk eens. Wie het eerst bij de voordeur is. Rennen! Snel! Hé, hey, wacht op mij! Gewonnen! Zullen we dat nog eens doen? En dan zal mijn mama aftellen. Op je plaats. Klaar voor de start? Af! Gewonnen, gewonnen! Kom mee, Caillou. We moeten weer naar huis toe. Tot ziens! Dag, Jason. Dag, Jeffrey. Dag, Caillou. Dank je wel. Oh! Caillou had zijn vader gemist. Hij kon niet wachten om te vertellen wat hij allemaal gedaan had. Hoi, papa. We zijn met Jason en Jeffrey naar het park gegaan. En een autorace gedaan in de zandbak. En toen hebben we ijs gegeten. En ik heb iets voor je. Oh, wat lief. Rosie ook. Rosie wil ook een paraplu. Het spijt me, Rosie. Maar hij is een beetje te scherp voor jou om mee te spelen. Wacht maar, Rosie. Ik heb iets anders waar je mee kunt spelen. Weet je mijn supergave auto nog? Caillou wist opeens niet meer waar zijn auto gebleven was. Mama? Ik ben mijn auto kwijt. Weet je nog waar je hem voor het laatste had? Caillou probeerde zich te herinneren waar hij was geweest. Ik weet nog dat ik ermee ging spelen in het park. En na het park gingen we een ijsje eten. Ijsje! Rosie wil ijsje! Ik weet dat ik hem in de ijswinkel nog had. Omdat ik er daar niet mee mocht spelen op de tafel. Inderdaad. En toen gingen we naar het huis van Jason en Jeffrey. We renden naar de voordeur en... Volgens mij had ik mijn auto niet meer bij het huis van Jason en Jeffrey. Dus de laatste keer dat ik mijn auto had, was in de ijswinkel. Kunnen we hem daar gaan zoeken, mama? IJsje! IJsje! Oh, waar is hij nou? We moeten gewoon nog even zoeken. IJsje! IJsje! Oké, Rosie, het mag. Zijn jullie soms hier naar op zoek? Mijn auto! Dank u wel. Hij lag nog op de bank. Ik hoopte al dat je nog zou weten waar je hem vergeten was en hem op zou halen. Caillou was heel trots dat hij nog wist waar hij zijn auto had achtergelaten. Ik wist het nog! Ik wist het nog! Caillou wist het nog! Ik ben de topdetective.
Kom op, Gilbert. We gaan aanwijzingen zoeken. Ik ben de topdetective, dus is er plots iets weg? Dan pak ik snel mijn loep erbij en dan komt het weer terecht. Zeg, waar had ik nou die loep gelegd? Ik had hem net, dat weet ik echt. Misschien hier, misschien daar. Geen idee, wist ik het maar. Maar ik weet wie ons helpen kan. Caillou, de topdetective, die heeft altijd wel een plan. Volg mij, Gilbert. Een aanwijzing is wat ik zoek. Kijk dus maar goed in elke hoek. Hier een klok, daar een schoen. Niets waar ik iets mee kan doen. Hé, hey, wat zie ik daar? Mijn auto en mijn knuffelbeer. Maar die zocht ik al lang niet meer. Dan zoeken we toch nog een keer. Nick, ik zoek. Nick, ik zoek. Wacht eens even, wat zie ik in mijn ooghoek? Mijn loep zit gewoon in de zak van mijn broek. Ik ben de topdetective. Verdwaald in de jungle. Gilbert? Oh. Caillou, wat ben je daar aan het doen? Ik kan Gilbert niet vinden. Hij heeft zich weer eens verstopt. We zoeken hem later wel. We moeten al bijna naar de peuterschool. Doe je je laars aan? Het is nat buiten. Caillou wilde zijn laarzen wel aandoen, maar hij vroeg zich steeds af waar Gilbert kon zijn. Gilbert! Caillou? Ben je nog steeds op zoek naar Gilbert? Ja, hij is verstoppertje aan het spelen. Misschien is hij wel buiten. Caillou, ben je niet iets vergeten? Oh. Nu kan je detective spelen, Caillou. Wat doet een detective dan precies? Een detective zoekt aanwijzingen om iets te kunnen vinden. Caillou vond dat wel een goed idee. Dus ging hij op zoek naar aanwijzingen. Kijk, een pootafdruk. Dat is een aanwijzing. En daar nog meer. Hij wist zeker dat hij Gilbert dit keer had gevonden. Misschien heeft Gilbert nu geen zin om te spelen. Maar ik ken wel wat kinderen die daar vast wel zin in hebben. Ja. Het klinkt alsof de hele klas vol zit met dieren uit de jungle. Ik heb een nieuw boek over de jungle. Willen jullie dat zien? Ja! Ja! In de jungle is het heel warm. En er wonen allemaal verschillende wilde beesten. Sommigen leven hoog in de bomen. Zoals apen. En vogels. Klopt. Deze vogel heet een papegaai. Kan jij een papegaai nadoen? Goed zo. Dat is een slang. Wie woont daar? De koning van de jungle. Oh, een leeuw! Roar! Caillou vond de leeuw het leukst. Hij vond hem wel een beetje op Gilbert lijken. Maar dan veel, veel groter. Volgens mij is het tijd dat onze dieren uit de jungle buiten gaan spelen. Ja! Ja, 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 de leeuw wil buiten! We kunnen nog mooi even spelen voordat het gaat regenen. Caillou had een idee. Laten we verstoppertje spelen. In de jungle. Ja, leuk. Ik verstop me en jij gaat zoeken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Hij fantaseerde dat hij echt in de jungle was.
Jij bent Leo niet. Caillou wilde nog wel een keer detectiveje spelen. Een aanwijzing. Hey, psst. Leo, ben je daar? Oeps, sorry dat ik u stoorde, meneer de Leeuw. Hij wist nog steeds niet waar Leo zich had verstopt. Hij had meer aanwijzingen nodig. Dat klinkt als een aanwijzing. Wow. Wow. Hallo, papegaai. Weet jij waar Leo is? Ik weet het niet, Caillou. Hey, hallo, aapje. Heb jij Leo gezien? Dit lijkt op de voetafdruk van Leo. En dat klinkt als de lach van Leo. Leo? Caillou, hoe wist je dat ik hier zat? Dat komt door de aanwijzingen. Roar! Ik ben de koning van de jungle. Je bent gewoon een groot poezenbeest. Miauw. Roar! Dat is een aanwijzing dat het zo weer gaat regenen. Caillou! Mama! En door de aanwijzingen die ik als detective vond, zag ik Leo verstopt in de bosjes. Volgens mij heb jij een drukke dag gehad. Trek wel even je laars uit, want anders zit straks alles onder de modder. Oh-oh, te laat. Gilbert! Oh, Gilbert. Die avond was Caillou heel blij om lekker in zijn bedje te liggen. Hij dacht niet dat hij het leuk zou vinden in de jungle als het regende. Gilbert, ik dacht dat jij de koning van de jungle was. Kan jij brullen als een leeuw?